naam is Lodewijk de Leu en dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Wil je keurmeester worden op vogeltentoonstellingen, dan moet je terug naar de schoolbanken. Pas na een goed examen kan je officieel vogels keuren. Keurmeester Raoul Lampaert vertelt. Goedemiddag, ik ben Raoul Lampaert uit Heluvaalt en vogelliefhebber. Vanuit mijn jonge jaren, heel pril aangeleerd door mijn vader, die toenmalig vogelvanger was, wat nu al jaren verboden is. Na lid te worden van een vogelvereniging, had ik meer interesse om de vogels van nabij te leren kennen. Dan heb ik een cursus gevolgd, keuren van vogels. Niet alleen gewone vogels van hier, Europese vogels, ook exoten, kanaries, parkieten. Dat waren toen de meest geëxposeerde vogels. Toen was er nog geen sprake in de jaren 60 van kleurafwijken en wat weet ik allemaal. Hier en daar was er al een keer een kruising. Een kruising bijvoorbeeld kanarie, mal, destelvink. Maar dat was helemaal in het begin, in de jaren, ik heb het al gezegd, de jaren 60. Die cursus ging door in de Roeselare en we moesten zo een drietal maanden iedere week een keer naar Ginderachter om aan een mens die er veel meer van kent dan wij lessen te volgen. Na een examen waren ik en mijn vriend geslaagd als keurmeester. Toen moesten we gaan keuren in de verschillende dorpen of steden waar er een expositie of een tentoonstelling was. Dat ging dan over een tentoonstelling, natuurlijk niet met honderden vogels zoals nu, maar met een beperkt aantal vogels. De vogels waren niet altijd zoals nu, helemaal fit, gewassen en gekamd zou ik maar zeggen. Dat was toen nog een beetje de wilde versie. Natuurlijk veel moeilijker om een aantal punten te geven en te scoren zoals de exposant het graag had. Wanneer wij toenertijd een vogeltje 90 punten gaven, dat waren al bijna unicums. Dat waren al zeker kampioenen. Maar op een hele tentoonstelling hadden we maar in iedere soort maar één kampioen. Ereprijzen dat kon, maar één kampioen. Dat was één kampioen bij de wildzang. Eén kampioen bij de exoten, één bij de parkieten en één bij de kruisingen. En in geval van nood, toen nog de kwakkels. Maar dat werd toen nog niet zodanig veel geëxposeerd. Hoe wordt een vogel gekeurd? Eerst en vooral zijn houding. Wanneer die vogel zijn kootje bijna omver fladdert, dan is dat praktisch onmogelijk om te keuren. De houding wil zeggen een mooie, rechte vieren houding. De kleur. Eventueel kleine foutjes in het kleur of in de tekeningen van een vogel. Bijvoorbeeld de staartpen. Dat mocht niet geschonden zijn. Want wanneer een vogel in een kleine ruimte zit, is er veel kans dat de vogel hier en daar met z'n rondvliegen een klein beetje schade, lichte schade natuurlijk. Maar dat werd in voor de score te bepalen werd dat in aanmerking genomen. De vogel werd altijd gekeurd in de kooi. Toenertijd, ik ben nu niet meer de hoogte van nu, maar in mijn tijd in de kooi. En na de keuring, als die verlopen was, dan haalden we de mooiste vogels eruit om ze in een rij te zetten om daar de algemene kampioen uit te halen. Dat was toen, zogezegd, de mooiste vogels van heel de zaal. Na de opleiding, natuurlijk helemaal in het begin als leek, bleek alles tamelijk moeilijk. Maar na de opleiding en na enkele keuringen heb je zowat het vingerspitsengevoel vast om een vogel goed te beoordelen. Wanneer er eventueel een kleine discussie was, dan waren we met meerdere keurmeesters en werden we samen konden we samen die vogel beoordelen, zodanig dat hij altijd in eer en geweten gekeurd was.
Oh ja, wat een plezier heb je daaraan. Eerst en vooral, als heel kleine jongen was ik geconfronteerd met mijn vader, die een enorme vogelliefhebber was. Zij dan met de vangst en het eventueel opkweken. Maar dat is zo'n beetje een erfenis dat je krijgt. En hoe groter de interesse, hoe meer dat je wel iets wil presteren ten voordele van de maatschappij, ten voordele van de vogelliefhebberij. En als dusdanig ben ik keurder geworden. En ik heb dat gedaan tot het niet meer toeliet, want toen moesten wij met ons vespadje van de ene keuring naar de andere, en dat was tamelijk ver dikwijls. En altijd in winterweer, want in de zomer werden er geen tentoonstellingen gehouden. Dat was meestal in het najaar. En als dusdanig, ja, dat is zo'n beetje de liefhebberij dat je te pakken krijgt en dat je moeilijk kwijtraakt.